Volg al onze wedstrijden en het laatste nieuws via Roda Raalte TV. Van de eerste tot de allerlaatste minuut. Met spanning en ontlading. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti, computers en elektronica. Het is weer donderdagavond, Frank. En weer ons wekelijks praatje over de wedstrijd van komende zondag. En dat wordt wat een hele belangrijke. Ja, belangrijke wedstrijd. Ja, als we bij willen blijven, dan is ons wel alles aan gelegen om goed resultaat te halen. Ja, want als je verliest, kom je eigenlijk verliespunten 7 punten achter. Win je hem, dan wordt er 1 punt. Maar we moeten maar niet denken aan een verlies. Want als je die wedstrijd gaat verliezen, dan ben je denk ik ook helemaal weg van die tweede periode. Ja, weet je, het heeft niet zoveel zin om verder te kijken naar deze wedstrijd. Het gaat er voor ons om te zorgen dat we zondag een goede wedstrijd gaan spelen en dat we een goed resultaat halen. En ja, daar zijn we hard mee bezig. En dat is ons doel voor het weekend. Wat weet je nog van de wedstrijd van daar in Dichtgevoorde? Ja, goed, in die wedstrijd daar kijk, toen zijn we denk ik prima aan de wedstrijd begonnen. En ondanks dat we een aantal mensen er niet bij hadden, denk ik dat we in het begin de overwicht hadden. Goal maken, goede kans krijgen om 2-0 te maken. Ja, nou goed, dat gebeurt niet. En daarna werd de wedstrijd wel wat meer in evenwicht. En verspelen we toch een beetje dom de bal op middenveld waar we een goal uit krijgen. En slecht gedekt bij een spelervatting. Ja, en dan verlies je daar met 2-1. Ondanks dat we na het eind van de wedstrijd ook nog weer 1 of 2 hele goede kansen hebben gehad. Ja, kun je al met al zeggen dat we daar een onnodige nederlaag hebben geleden. En ja, zeker nu achteraf gezien is dat wel een dure geweest. Ja, zeker. Dat was een hele dure. Want ik kijk nog wel een beetje naar de statistieken. En als ik dan kijk, dan ligt Longa, die heeft in de uitwedstrijden 6 keer gewonnen, 1 keer verloren. En Roda Raalte is nog ongeslagen thuis. Ja, zelf ben ik niet zo van die statistieken. Ik denk dat zondag een wedstrijd op zich is. En kijk, als je kijkt naar totaal, dan hebben zij een uitstekende reeks neergezet tot nu toe. Ik moet zeggen, als ik naar onszelf kijk, hebben wij dat ook gedaan. En ondanks dat staan we toch nog een paar plekjes of een paar puntjes achter op ze. En dat wil alleen maar zeggen dat zij tot nu toe het uitstekend doen. En ook in moeilijke wedstrijden hun punten pakken. Ja goed, en het is nu aan ons om te zorgen dat die reeks stopt. En om dat te doorbreken en natuurlijk daardoor zelf een grote opsteker te hebben. Wij hebben de laatste competitiewedstrijd tegen de BWO verloren daar in Hengelo. Dat was geen beste wedstrijd. En ik denk dat je er zelf ook alleen hebt gezien. Wat heb je de spelers opgedragen voor deze komende wedstrijd? Ja, weet je, tot nu toe zijn we nog niet op details heen gegaan voor zondag. Dat komt zo met en met wel aan de orde. Kijk. Ik heb tegen de jongens gezegd van die wedstrijd tegen BWO. Kijk, als je de 6, 7, 8, ik weet niet eens precies, op een rij wint, dan weet je ook dat die nederlaag steeds dichterbij komt. En ja, dan speel je een ongelukkige wedstrijd en dan was het niet goed. Maar goed, dan is het ook, daar zit het ook allemaal tegen. En dan is dat een keer. En ik heb de groep voorgehouden van dat die wedstrijd verliezen het probleem niet is. Maar dat het er wel om gaat dat je nu op een goede manier antwoord geeft. En ja, wat dat betreft was het jammer dat de laatste competitiewedstrijd af werd gelast. Die hadden we wel graag willen voetballen. Maar goed, dat speelt dan nu voor nu zondag. Moet nu antwoorden door een goede wedstrijd neer te zetten en de punten te pakken. En hoe is het met de ziekenboeg? Ja, ik moet zeggen dat wij door de griep en al dat soort dingen, dat we er aardig tussendoor rollen. Fabian is al een tijdje geblesseerd, is dat nog. Maar voor de rest hebben we alles wel fit. Laten we afspreken dat die nederlaag tegen BWO de nederlaag was die eigenlijk in de verwachting lag. En dat we nu weer met een reeks gaan beginnen met overwinningen.
Ja, nou ja, dat laatste wat jij zegt. Als je wat wilt, dan moet je een reeks maken. Hè? En dat je dan af en toe, in dit geval tegen nederlaag loopt, dat kan een keer. Maar je gaat pas bovenin meedoen als je inderdaad een reeks van goede wedstrijden maakt. Nou, dat hebben we voor de winterstop gedaan. En het is nu ook zaak om dat nu weer op te gaan pakken. Oké, Frank. Ik wens je ontzettend veel succes. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti Computers en Elektronica.